voor ons is transparantie niet het doel. Transparantie is voor ons het middel. Het middel om als Sint Jansdal te komen tot goede zorg, doelmatige zorg, hoge kwaliteit en toegankelijk voor de patiënt. Wat wij hier in Harderwijk in het Sint Jansdal doen aan kwaliteitsrestauratie is een inzet met veel mensen om op maandelijkse basis onze data terug te koppelen. Uiteindelijk gaat het mij niet om de getallen die ik naar buiten breng. Het gaat mij om de patiënt. Ik wil voor mijn patiënt de beste zorg leveren die er is. Wat ik belangrijk vind aan kwaliteitsregistratie is dat je daarmee een patiënt eerlijk en oprecht kan informeren. En daarmee hoop ik dat het vertrouwen waarvan ik denk dat de specialist dat de laatste jaren toch wat is kwijtgeraakt, weer terugkomt. Omdat we hiermee kunnen laten zien, wij zijn niet in onszelf gekeerd, maar naar buiten gekeerd. Wij willen graag laten zien aan onze patiënt, zo doen wij het, dit zijn onze gegevens, kom erop. Dit is een voorbeeld van de kwaliteitsindicatorenrapportage die we maandelijks terugkrijgen, waarop we op een hele hoop punten scoren. Hier zijn we heel blij mee, want we kunnen zo snel en accuraat bijsturen. Dat helpt ons erg veel in onze praktijk. Wat we terugkrijgen is dat patiënten nu vertrouwen krijgen. Vertrouwen krijgen in, oké, deze chirurg vertelt mij hoe het bij hem gaat. Deze chirurg zegt mij, in mijn kliniek heb je zo'n grote kans om complicaties te krijgen. In mijn kliniek heb je zo'n grote kans om dood te gaan aan een ingreep. Die openheid geeft vertrouwen. Die openheid schrikt niet af. Natuurlijk weet een patiënt dat ze bij mij komen, dat ze een echte operatie gaan ondergaan. En dat dat veel van hen vergt. Maar zij moeten ook ervan op aankunnen dat ze mij kunnen vertrouwen. En dat ik met ze mee als partner probeer ze beter te krijgen. En dat ze ook weten waaraan ze gaan beginnen. Kwaliteitsregistratie heeft ons ook geleerd welke patiëntengroepen kwetsbaarder zijn. Denk aan de oudere patiënt. Kwaliteitsregistratie heeft mij geleerd dat die oudere patiënt op een andere manier moet worden benaderd. Waarbij we soms ook zeggen, nee mevrouw, nee meneer, misschien is het voor u beter om juist niet te opereren. Die wijsheid krijg je door kwaliteitsregistratie. Daarmee kun je ook je beleid aanpassen. En daarmee wordt dus de kans dat je het goed doet voor je patiënt alleen maar groter. Ik denk dat we straks dan even gaan kijken wanneer we de operatie kunnen plannen, zodat u ook weet waar u aan toe bent. Wij zijn ongeveer nu 4 jaar bezig met registreren, waarvan je ziet dat wij in de eerste periode de grootste klappen hebben gemaakt. Afname van complicatiepercentages met 50%. Afname van mortaliteitspercentages met 75%. Maar dat heeft ons wel de input gegeven en de motivatie gegeven om hiermee door te gaan. We zien dat het goed is voor onze patiënt. En dat onze kwaliteit omhoog gaat. Dat kost zeker veel tijd, maar de uitkomst is zo mooi dat die tijd het ons ook waard is.